First Lady bezoekt Gakaba en Langa Tabiki. Een delegatie bestaande uit onder andere First Lady Ingrid Boutersen-Waldring, de minister van Volksgezondheid Antoine Elias en de directeur van de Stichting Staatsziekenfonds SZF, Rick Kromodihadjo, heeft een eendaagse bezoek gebracht aan de dorpen Gakaba en Langa Tabiki. Dit bezoek heeft plaatsgehad op woensdag 15 mei 2019. In Gakaba, een dorp in het boven Marowijnen gebied, heeft de First Lady spullen gedoneerd aan leerlingen van de basisschool. Elke leerling heeft uit handen van de presidentsvrouw een pakketje in ontvangst mogen nemen. Zij heeft de leerlingen toegesproken en bemoedigd hun best te blijven doen, zodat zij succesvol worden in de maatschappij en het land verder helpen te ontwikkelen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.